Want AI-systemen zijn steeds beter in menselijke taal. Wie zo een smart speaker heeft thuis, die heeft dat al gemerkt waarschijnlijk. Dat is een Google smart speaker, die hang je gewoon aan je muur. Daar kan je van alles aan vragen. Dan zeg je, welk weer wordt het morgen? En dan antwoordt hij, morgen wordt het zo en zo en zo. Of wanneer vertrekt de volgende trein naar Antwerpen? En dan zegt hij, over 20 minuten, maar het is Antwerpen, zou je het wel doen. Bestaat al een paar jaar. Toen dat net op de markt kwam, kwamen er af en toe gekke verhalen naar boven. Mensen zeiden, we hadden gisteren bezoek. Een koppel die op reis geweest waren naar Kroatië. Die hebben heel de avond super enthousiast verteld over wat een prachtige reis dat was. 'S avonds kruip ik in mijn bed. Nog voor ik mijn telefoon aanraak, krijg ik reclame voor een reis naar Kroatië. Luistert dat ding ons af om ons reclame te sturen? Ze hebben het gevraagd aan Google en bij Google zeiden ze nee. Een tijdje later is er een ingenieur die op dat project gewerkt heeft en die neemt ontslag, gaat elders gaan werken. En ze denken, dat is onze kans. En ze hebben aan haar gevraagd, nu dat je daar niet meer werkt, zeg eens eerlijk, luistert Google ons af om ons reclame te sturen? En zij zei, nee. Ten eerste, dat zou veel te veel rekenkracht kosten. Als Google ons zou afluisteren, zouden ze 5 keer zoveel serverparken moeten zetten. En ten tweede, Google luistert u niet af, omdat ze toch alles al weten. Waarom krijg je reclame voor die reis naar Kroatië als die mensen daar heel de avond over verteld hebben? Dat gaat eigenlijk als volgt. Koppel gaat op reis naar Kroatië, fantastische reis, die komen naar huis, die landen in Zaventem, die gaan s'avonds op café, die vertellen tegen iedereen hoe fantastisch Kroatië wel niet geweest is en dan gaan die naar huis. Maar die mensen, sommige daarvan, die zoeken op reis naar Kroatië. Maar Google weet dat je net samengezeten hebt, want je zat op hetzelfde wifi-netwerk. De volgende dag gaan die mensen op bezoek bij vrienden en die vertellen heel de avond hoe geweldig de reis naar Kroatië wel niet was en die gaan naar huis en die vrienden zoeken op reis naar Kroatië en Google weet weer dat je samengezeten hebt en de derde dag komt het koppel op bezoek bij u en die zitten daar de hele avond en het AI-systeem van Google denkt, het zal wel weer over Kroatië gaan. Zien. En nog voordat jij je telefoon kan aanraken, krijg je reclame voor Kroatië. Google luistert u niet af, omdat ze alles al weten.